Toppers, hoe gaat het met jullie? Jammer dat we nu elke dag thuis moeten zitten. Maar het is wel verstandig om thuis te blijven met z'n allen. Daarvoor heb ik voor jullie een oefening. Waarbij je eigenlijk, als je denkt ik moet gaan joggen of ik moet gaan zweten. Je conditie eigenlijk versterkt. En ervoor zorgt dat je toch bezig bent, ook al ben je thuis. Je hebt één bal nodig en wat ruimte. Wat doe je? Je legt de bal neer. Je gaat eigenlijk met je linker en rechtervoet eroverheen. Heel snel. Heel makkelijk, je houdt de bal rustig onder je. Als je denkt, oké, dit kan ik al goed, kun je de bal naar elkaar toe spelen. Van links naar rechts, heel simpel. Ken jij dit ook? Hallo allemaal, willen jullie ook met een sixpack uit deze tijd komen? Nou, dan heb ik een oefening voor jullie. Planken. Op je ellebogen en op je tenen met de rechte rug. En we zullen zien hoe lang jullie dit vol kunnen houden. Mijn naam is Tans en normaal sta ik in de playgrounds in Utrecht. Maar omdat het nu niet kan, ga ik jullie een superleuke CrossFit workout laten zien. Die kun je lekker binnen doen of gewoon buiten, zoals mij. De workout bestaat uit 5 rondes. Dan doe je 20 jumping jacks, 16 mountain climbers en 12 lunges. Ik ga even laten zien hoe je deze uitvoert en daarna ben ik heel benieuwd wat jouw tijd wordt. Tijd was 5 minuten en 10 seconden. Laat me weten wat jouw tijd was en of jij het misschien sneller kan doen. Hey, jongens, jullie kunnen ook touwtjes springen thuis. Dat is ook goed voor je conditie bij te houden. Hallo jij daar. Om jou een beetje van die bank af te krijgen heb ik een hele grote uitdaging voor jou. Wat heb je nodig? Eigenlijk een muur. En 4 wc-rollen of iets wat je op elkaar kan stapelen. Wat moet jij gaan doen? Je gaat met een kleine handstand ga je tegen de muur staan. En tussen je handen moet jij de wc-rollen of bakjes, iets wat je hebt, gaan opstapelen. Kijk hoe ver ik kom en kijk hoe ver jij komt. We lopen een beetje omhoog. We pakken de wc-rol. Hand neer. En aan de andere kant. Kijken hoe ver jij komt. Mij is het gelukt, nu is het jouw beurt.